Zaterdag om 6 uur een nieuwe update. Er mag weer geprikt worden met AstraZeneca. En wat gaat er de komende week gezegd worden tijdens de persconferentie? Huisarts Frank van Kemenade en burgemeester Wilma Delissen over de stand van het coronavirus. En Hugo ten Kate, hoogleraar van het Maastricht UMC, over het AstraZeneca-vaccin. Rens Schaamakers, Tweede Kamerlid voor D66, over het succes van zijn partij tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen. En Caroline van der Plas over haar eerste week als Tweede Kamerlid. Zij werd namens de boer-burgerbeweging in de Tweede Kamer gestemd. Dat en meer, zaterdag 6 uur op PNN.